Wat is dat? Kom papa daaraan. Hé, gaan we zo naar de campet? Ja? Gaan we zo naar de campet? Ja? Wat is dat? Komt hij daar? Komt hij daar? Ja? Hoi hoi allemaal! Vrijdag! Ja, het is weer vrijdag! Weekend! Nou, waar zijn we heen onderweg? Ja, we zijn onderweg naar Ermelo. Naar... De Paalberg. Ja, camping De Paalberg. Camping, vakantiepark. Ze hebben ook camperplaatsen. Dus we gaan eventjes kijken daar en zo. Schijnt lekker fris te worden, hè, van het weekend. Natte neuzen weer. Ah, goed, lange onderbroeken. Ja, dat maakt niet uit. Daar kun je eigen op kleden. Dat is beter als die regen die we nu even hebben. Ja, maar het is dat het niet koud genoeg is. Anders zou je zeggen, valt eigenlijk een pak sneeuw. Ja, maar hier valt het wel weer een beetje mee, of niet? Let it snow, let it snow. Een beetje grijzige sneeuwlucht, inderdaad. Nee, die tijd is er nog niet. Het is 8 graden nou, dus... Dus gewoon zijkregen. Gewoon zijkregen. Tot straks, mensen. Aardige stulpjes hier allemaal langs de kant van de weg. Ja. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Nou, we zitten in ieder geval inderdaad in het bos. Hè? Zitten we bij de goeie? Ja, de Paalberg. Er zijn er zoveel hier in de buurt. Nou, is ook een klimbos, mensen. Ja. Klimbos, recreatie, rechtdoor. Recreatiepark De Paalberg. Daar staan we nu. Hier zie je de ingang van het park. Receptiegebouw. En dan hebben wij hem neergezet op de camperplaatsen. Daar zullen we eens even naartoe lopen. Hier zie je dus het camperveld. Dit camperveld heeft, meen ik, 8 plaatsen. Nou, zoals je ziet staat er wel het een en ander. Ze hebben allemaal een eigen stroomaansluiting en een aansluiting voor de kabeltelevisie. Maar goed, wij streamen gewoon, dus ik heb geen zin om de kabel naar buiten te doen. Hier zie je een overzichtje. Daar nog een punt voor water te pakken. En wij hem op deze plek neergezet. Uitzicht op het bos. De Mitchie-golfbaan. Speeltoestellen voor de kinderen. Tafeltennistafel. Sanitair gebouw. Er zijn er meerdere hier. Ik meen dat deze gesloten is, maar ik kan wel even kijken. Volgens mij is het hoofdsanitair gebouw alleen maar open. Ja, dit sanitair gebouw is op dit moment gesloten. Het hoofdsanitair gebouw is alleen maar open.
Hier zie ik nog een stortplaats. Het chemisch toilet. Ja, het is toch echt het meeste wat je nu ziet zijn campers. Ze staan her en der. Je hebt natuurlijk ook de keuze om gewoon op de camping zelf te staan. Iemand is met de trekker nog gekomen, geloof ik. Staat een beetje vast. Maar het zou vast goed komen. Maar het is een immens groot park. Dus overal zie je campers staan. Hier het sanitation voor de camper. Schoon water kan je hier innemen. En het grijze water kan je hier weer lozen. Nou, dit is wel makkelijk. Gelijk vanaf het park kan je een hekje door. En dan komen we weer in het bos. Mee zit. De ermeloze heide. Zo, lekker je mutsje op. Ik heb mijn mutsje op. Ja, het is wel weer ervoor. Het is geloof ik 3 graden, hè? Ja, het was. Het is natte neus weer. Ja, dat geeft niet. Gezond weertje. Lekker warme thee bij. Dus, handschoentjes aan, mutsje op. Ja, het is even 10:30 geweest. Dus, lekker. Het is nog lekker rustig. Het is mega stil hier. Ja, het is heel stil. Je hoorde er net gewoon de blaadjes van de bomen vallen. Ja. Het is echt zalig. Lekker geslapen. Wandeling. Even wennen zelfs met de stilte. Hè? Ja, dat was even wennen. De laatste paar keren was het wat... Ja, hoorde je altijd wel achtergrondgeluiden. Ja. En die hebben wij thuis ook altijd. Dus kan je nagaan. Het was nou zo stil dat je zelfs je oren hoorde suizen. Ja. Nee, het is prima. Lekker wandelingetje gaan we maken. En we zien wel waar we uitkomen, toch? Vind ik ook. Stappen met die app. Zo is het. Uur aan het stiefel, geloof ik. Het is nog niet veel, hè? Althans, qua beesten. Nee, het is een beetje fris. Is fris voor de beesten? Nee. Nou. We moeten nou dadelijk ergens naar links. Naar links? Ja, kijk, zie je niet, denk ik. Maar... Nee, het schittert een beetje. Oh, ja. We gaan dadelijk naar links, dus. Ja. Nog geen bankje tegengekomen. Ja, maar dan komen we niet op de route lopen. Ik loop met een rugzak vol. Ik heb nog geen boterham op. Ik heb nog geen bak koffie op. Je hebt van je handschoenen. Ah. Je had jij hem moeten scheren. Ah, ja. Je had jij hem moeten scheren. Ja. Er zit handschoenen aan. Dus af en toe zo doen. Het is weer eens wat anders, joh. Zwarte Piet. Oh nee, roepveegpiet, hè? Mag niet, hè? Alles mag. Vrijland. We gaan even een plekje zoeken. Ja.
Zo, nou, we zitten. Even lekker bakkie thee. Lekker picknicken in het bos. Hè? Ja. Waar staat dat ding ook daar? Ik ga ook even keren dan. Hè. Eten. Brut. En Moos? Lekker stil hier, hè? Ja. Hier, moet je de familie nou zien zitten, hè? Hondje erbij. Hé, Moos? Lekker eten, hè? Het uitzicht vanuit ons restaurant. Mooie kun je het toch niet hebben, hè? Puur natuur. Hier de ingang van het klimbos. Dat ligt vlakbij de ingang ook van het recreatiepark. Eens kijken of we nog wat kunnen zien. Nou, ze hebben er zin in. Gaat niet zo hard. Maar goed, moet met beleid, hè. Anders leg je elke keer weer beneden aan je touwtje te bungelen. Oh, hij doet het al. Ja, mooi, hè. Hoi, hoi. Hoi. We gaan lekker, hoe heet dat? Ja, grillplaten. Ja, de grillplaat gedaan. Velen zouden wel zeggen van, jemig, dan ga je toch niet in de camper doen of thuis binnen doen. Nou, wij doen dat wel. Wij wel. Lekker belangrijk. Ons huis. Even lucht en het is weer weg. Ja, toch? Als je het maar naar je zin hebt, dat is voor ons het belangrijkste. En of het al stinkt binnen, heel boeien. Ja, lekker belangrijk. We hebben het gezien met die andere camper. Van alles erop, niet gerookt in. Oké, hond erin, dat is waar. Ja. Nou, geloof me, je krijgt er geen rochel meer voor terug. Dus, Zo is het. Nou, wij gaan in ieder geval lekker steen grillen of plaat grillen. Wij gaan lekker eten. Fijne avond, mensen. Eet smakelijk voor degene die nog moeten eten. Eet ze. Zo, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We waren nog even lekker een stukje wezen lopen hier in het Ermeloze bos. Ja, was zalig. Tenminste, het is zalig. Het is minder koud dan gisteren. Ja, absoluut. Het is wel koud, hè? Maar gevoelsmatig is het minder koud. Dan komt dat zonnetje ook een beetje schijn, denk ik, hè? Ja, we hebben de camper al opgeruimd. Ja, we gaan zo meteen instappen en dan gaan we weer naar huis toe. Dus was weer een leuk weekend. Ja, we hebben het prima naar ons zin gehad en ja. Lekker gewandeld, lekker op de platen gegrild. We hebben het weer prima naar ons zin gehad. We zijn weer opgeladen voor aankomende week. Oké, toch. Nou, bedankt weer voor het kijken. Doei, duimpje omhoog. Vind je het onze filmpjes leuk? En vergeet niet te abonneren. Doei. Doei.